Vandaag staan we bij een bijzondere tentoonstelling, Picasso. Van waar een tentoonstelling over Picasso? Nou, in dit jaar 2023 is 50 jaar geleden dat Picasso is overleden. En de organisatie Celebration Picasso, mede door Musée Picasso in Parijs opgezet, heeft ervoor gezorgd dat er over de hele wereld zo'n 50-tal tentoonstellingen worden georganiseerd, allemaal over Picasso. En wij wilden daar graag aan meedoen vanuit Delft. En wat is de insteek vanuit Delft voor deze tentoonstelling? Nou, de keramiek natuurlijk. Hè. Dus wij laten eigenlijk in deze tentoonstelling Picasso als keramist zien. Wij zijn natuurlijk het fabrieksmuseum van de porseleinen fles van Royal Delft. En de bezoeker die gaat eerst onze vaste tentoonstelling heen, maar gaat ook een tour maken door de fabriek. Dus kan je zien hoe het gemaakt wordt, hoe het keramiek gemaakt wordt. En uiteindelijk zie je deze tentoonstelling bij Picasso, wat Picasso daarmee deed. Dus dit leek ons de beste plek om daar deze tentoonstelling te organiseren. Picasso was heel veelzijdig als kunstenaar. Hoe kwam hij in aanraking met keramiek als materiaal? We hebben wel gelezen dat hij op jonge leeftijd wel al eerder met keramiek te maken heeft gehad. Maar op latere leeftijd kwam hij via vrienden in een Zuid-Franse plaatsje Valerie terecht. Dat staat bekend als een pottenbakkersdorp al duizenden jaren. Een goede klei daar in de grond. En hij kwam in contact met de familie, met een atelier en werd daar helemaal gefascineerd door wat je allemaal wel niet kon doen met klei. En op die manier is hij gaan experimenteren en dat heeft echt geresulteerd in echt een enorme collectie aan keramieken in unica's en series. Ja, want hij maakte niet alleen unieke stukken, maar hij begon ook seriematig te werken. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja. Nou ja, dus die familie die stond eigenlijk helemaal in dienst van Picasso om hem maar te helpen en te ondersteunen in het maken van zijn keramieken. Zodanig dat ze zelf bijna niks meer konden verkopen, om daar ook geen tijd meer voor hadden. Al hun energie ging eigenlijk naar Picasso toe. En toen heeft hij hen wel geholpen dat hij maakte daar unieke stukken en die familie mocht dat in serie onder licentie gaan maken en verkopen. En zodoende is dat atelier ook kunnen blijven bestaan. En als je kijkt naar de stukken, hoe verzamel je zoiets? Want ze zitten her en der, lijkt me. Ja, dit zijn dus allemaal bruiklenen. Wij hebben zelf geen Picasso's. Dat zou leuk zijn. Die hebben we niet. Zoals dat gaat, wij hebben Leonard Boy gevraagd om als gastcurator mee te denken, mee te werken om deze tentoonstelling te maken. Hij heeft ook een heel netwerk daarin. Hij is ook handelaar in onder andere Picasso's. Hij weet er veel vanaf. Dus hij wist ook wel wie van particulieren, maar ook musea, collecties hadden of misschien wel enkele stuks. En dan ga je die mensen benaderen, vragen of je dat voor deze tentoonstelling mag gebruiken. En dat ging eigenlijk vrij rap. En zeker particulieren die echt met heel veel liefde die Picasso's verzamelen. Soms maar één enkele stuk hoor, maar of soms meerdere. Die vinden het ook ontzettend leuk om dat hier in de tentoonstelling te laten zien. Iedereen is trots ook op zijn eigen stuk die hij met veel moeite heeft kunnen bemachtigen. En hoe lang is de tentoonstelling nog te zien? Die is vandaag geopend. 10 oktober tot 19 mei volgend jaar. Dus het is nog wel zeker een half jaar.